Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering, namelijk aflevering 9. In de vorige aflevering was het een beetje fout afgelopen aan het eind van de video. Mijn X-Split deed een beetje vreemd, maar dat houdt er niet van in dat we weer een ontzettend gave video gaan maken in het spel Assassin's Creed. Dus na het intro gaan we heerlijk weer verder gamen met deze geweldige game. Let's go! Okay, people, let's go to work. En we zijn weer op zee, En even kijken, want er zijn namelijk vijanden aan de overkant. En dat zijn die boten daar. Dat zijn verdomme die boten daar. Die schieten. Nee. Let op. Bats. Oh, nog niet kapot. Wacht even. Kijk, die gaan we zo. Die hebben we zo dood. Kijk, huppakee. Let op. En. Oeh, hij komt op af. Huppakee. Houd B ingedrukt om aan boord te gaan. Echt waar? Kan je aan boord? Wat gaan we doen? Gebruiken? Oh. Oh, wat de hel is dat dan? Kan je dat ding gewoon kapot maken, joh? Oké. Dat lijkt me vet om even aan wal te gaan natuurlijk van dat schip. Probeer het afbreken. Nee! Nee, dat wil ik niet afbreken. Hoe komen we naar dat schip toe, jongens? Ik denk via de touw. Oh, daar komt het schip. Kijk, daar komt hij al. Oh! Hoppakee! Pets! En we komen dit schip kapen. Kijk hoe vet dat is. Dat hebben ze echt heel vet gedaan. Hoppakee. En die... Oké, en daar nog twee mannetjes. Dood de vijanden! Tjaka! Huppakee, 5 van de 5 bemanningen. En dat betekent dat hun zich overgeven, zie ik nu. Van, oh no, mijn geld om mijn leven. Pak mijn leven maar niet. Maar grijp maar al het geld wat ik heb. Is goed, jongen. Wat zullen we met het schip doen? Ontvangen buit. We hebben 30 rum, 38 suiker. 1 bemanningsleden en 9 vuurtonnen. Repareren. Oké, we gaan hem repareren. Krijgen we dan 2 schepen of zo? Ik ben benieuwd. Maar wel vet dit gedaan, joh. Dat is echt die piratenlui. Dat is echt heel vet gedaan. Oké, we gaan hun ook gelijk aanvallen. Maak het uit. YOLO. Oké, we gaan versnellen. We gaan dat schip even achterna. Oh, ze schiet ook op mij. Wat een elskuikers. Kunnen we er overheen schieten, denken jullie? Oh, ze schiet ook al overheen. Even kijken, hoe gaan we dit doen, jongens? Draaien en versnellen. Oké. We moeten naar ze toe. Ik weet niet of we dat schip ook moeten kapen, maar het ziet er wel een soort van naar uit. Je kan ook niet recht vooruit schieten, jongens. Dat is wel een beetje lastig aan dit spel. Ze droppen wel van die mijnen of zo, hè? Oh jee. Is die kapot? Ja, hij is kapot. Beroven. Oké, je kan ze gelijk beroven vanaf de afstand. Nou, dat is ideaal. En dat betekent dat we eigenlijk niet zo echt hier naartoe moeten. We moeten even naar de stip toe. En de stip, dat is in een verboden gebied. Wat is dit? Naar deze locatie reizen. Nassau. We doen het gewoon. En we worden hopelijk nu naar Nassau geteleporteerd. En daarmee hebben we dit laatste scherm. Oké, we hebben dus 2 schepen overvallen. Het was eigenlijk een beetje mij ook overvallen dat dat kon. Maar zo ontdek ik weer helemaal nieuwe dingetjes in de game. En ik heb een paar mensen gesproken. Bram en Sam. En die hebben ook het spel gespeeld, Assassin's Creed. En ze waren heel erg onder hun indruk. Ze vroegen ook gelijk naar mijn mening wat ik ervan vond. Ik heb eerlijk gezegd, het is gewoon echt beter dan deel 3. Gewoon absoluut. Damn your breads. Fly away, boyo. Back to your master. Aye. We was privateers together before the wars ended. I'll see you ashore. Oké,
Oké, en dat betekent dat we nu dus in Nassau zitten. Een nieuwe stad, een nieuw dorpje. Nieuwe cultuur misschien wel, ik weet het niet. Het ziet er nou een beetje al uit als een echt Wild West sfeertje. Piraten Wild West sfeertje misschien? Ja, ik loop een beetje zachtjes, dus we gaan even gaan rennen. Anders duurt het nog langer voordat we er zijn. En misschien zouden we nog eventjes hogere gebouwtjes moeten klimmen, zodat we een wat overzichtelijke manier hebben. En misschien moeten we eerst eventjes wapens kopen, nieuwe wapens. Ik zie hier namelijk een winkeltje en die zal het zeker weten verkopen. Hier binnen, denk ik. Ja, daar zit die meneer. Hallo meneer, heeft u voor mij een zwaard? Want ik zoek een legendiek zwaard. Kopen. Ja meneer, wij hebben de beste. Wij hebben de beste van de beste natuurlijk. Hè? Dat begrijp je wel. We hebben hier bijvoorbeeld voor 5000 R hebben wij de Espada Wancha. Maar we hebben bijvoorbeeld voor een beetje meer hebben wij een kapperskorte lassen. En als je nou echt een goed mens wil, dan zou ik gewoon gaan voor de Britse koloniale korte lassen. Maar ik zou nu even deze kiezen, want die is met snelheid 3. Die is denk ik veel beter. We missen gelijk heel veel geld. Ik weet niet of ik kostuums al kan sparen. Kijk hoeveel geld het kost. Een bruine mantel. Nou, is niet echt. Heeft niet zo'n toegevoegde waarde. Vracht verkopen. Even kijken wat we kunnen verdienen. Alles verkopen aan suiker en alles aan rum. Ik kan even de rum gaan verkopen. Want daarmee hebben we wel weer wat extra geld. Munitie, pistolen sets. Even kijken wat we hier kunnen kopen aan pistolen. Of in ieder geval, dit is wel heel duur. Maar deze is wel met schade op zich goed. Afstand niet zo best. Ik denk dat ik deze maar even koop. Dan hebben we in ieder geval een iets beter pistool. Ook al gebruik ik het schieten helemaal niet zo heel erg. Maar, je weet me nooit. Bedankt meneer en tot de volgende keer. En wij gaan weer naar buiten. Huppakee. Door de deur. En ik zie daar iemand die wapens repareert. Oh, ik ben ook een beetje moe jongens. Ik had vandaag examen en dan... het valt niet mee. Als je dan vragen krijgt over een onnodige discussie. Nee, discussies zijn sowieso altijd soms heel erg vermoeiend, vind ik. En ik zie dat hier beneden een missie kan gedaan worden voor iemand te doden. En dan vind ik dat heel leuk om dat gewoon af en toe eens te doen. Omdat die missies ook gewoon gedaan moeten worden. Dus laten we even dat doen met de interactie. En laten wij weer de brief pakken van de duif. En dit is een contract. En de beloning is weer 1000 R. We houden het even op 1000 euro. Een groep kapers van de Tempeliers heeft onlangs een koopvaardijschip geplunderd vlak voor de kust. Ze verschuilen zich met de goederen ergens in de stad. En nu is het jouw taak om deze man te vermoorden, Deze moeten we vermoorden, die man. En hij zit daar precies op een plek waar ik gewoon niet in de buurt ben. Dat zou je altijd zien. Dan moet ik weer heel die map afreizen. Het valt best mee eigenlijk, nu ik het zie. Oké, het is 170 meter. Dat valt mee. Ik zit natuurlijk weer op een verboden gebied. Dat zou je altijd zien. Ik hoor de muziek. Hallo meneer, wat zit u hier te doen? U bent lekker aan het net aan... Oh, ze zijn het net aan het maken natuurlijk voor het vissen. Want daar moet je ook geld in verdienen. Zo. En dit ziet er gelijk al heel anders uit, deze omgeving. Het is een wat minder drukke stad, zie ik nu. En daar zitten alvast mannetjes. Die moeten we niet hebben. Maar laten we even op dit spoor kijken. Hoe gaan we dit doen, jongens? Daar zit een mannetje en daar zit een mannetje. En daar loopt degene die we nodig hebben. Blijf uit de buurt van mankops. Oh, dat ging heel snel weg. Oké, zijn dat ook allemaal vijanden daarachter? Oké, daar moeten we ook niet ruzie mee maken. En die meneer, fluiten. Dan zal die zeker naar me toe komen. Hallo meneer. Oké, die hebben we gepakt nu. We zouden eigenlijk daar bovenop moeten klimmen, op dat grote gebouw. En dan zouden we hem van bovenaf kunnen pakken. Ik denk dat dat de bedoeling is van de game. Maar dan moet ik helemaal omlopen en dat wordt Link. Want die man kan mij zien. Die man kan me zien, maar met dit soort van...
Oh, daar is weer een zeemanslied. Ja, die kunnen we nu niet pakken. Omlopen, 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 omlopen. Kunnen we in dat bosje daar? We gaan proberen. Oké, die man zag ik niet. Maar nu wel. Huppakee, en wegwezen. Oké, wat ik moet gaan doen is... Als hij dadelijk terugkomt... Of eigenlijk kan ik het nu wel doen. Ik ga het gewoon nu doen. YOLO, 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 YOLO. Damn! Oké, wegwezen. En wegwezen, en wegwezen. Want hier, ik heb hier helemaal niks te zoeken. Nee, ik heb hier helemaal niks te zoeken. Ik heb niks gedaan. Ik ben onschuldig. Ik heb niks gedaan. Ik viel uit de boom en mijn mes kwam ineens uit mijn arm. Oh shit, ze komen achter me aan. Ze zitten nu achter me aan. Hij rent nog harder dan mij. Rennen, 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 rennen. En waarom kan ik niet rennen, harder rennen? Voltooi 3 een moordcontract te hebben gehaald. Weg aan de kant. In de hooiberg. Huppakee. En niks meer zeggen. Mondjes op elkaar. Er is niks gebeurd. Hier is trouwens een kistje. Oh, daar komt iemand. Kijk, kijk, die zoekt me, die gozer. Kijk, er komen nog meer. Goed ook eventjes nog undercover blijf. En even wacht tot die gasten weg zijn, tot ik niet meer gezocht word. En dan kan ik even het kistje gaan zoeken, want ik denk... Bovenop zit een zeemanslied. Ik denk dat we dat even gaan scoren. Juist. Nu kunnen wij omhoog. Huppakee. En een zeemanslied. Waar ben je? Yar har, a pirate's life for me. Ja, we hebben zeemanslied. En we komen gelijk terug op een kistje wat hier, zich hier bevindt. Waar bevindt het kistje? Misschien hier in het huisje? Misschien hier zo? In dat kleine huisje hier binnenin. Ik zie hier wel een tonnetje. Waarop we kunnen schieten wat weer kan exploderen waarschijnlijk. En hier staat het kistje al. Zo, die beroven wij. En daaruit komt natuurlijk weer centjes. Doekoes. En een van de 22 kisten, jongens. 22, dat is best een hoop. Laat ik nog even rondsnuffelen hier. Of zullen we gelijk een missie doen? Ik denk dat we gelijk een missie gaan doen. Ja, dat kan wel eventjes. Hallo kippetje. Nee, missie gaat te lang duren. Ik ga nog eventjes de omgeving hier bekijken. Dan gaan we in de volgende aflevering weer zeker weten een hoofdmissie doen. Misschien kunnen we nog even wat zoeken hier. Want dat zeemanslied, dat zat daar ook bij die contract, bij die moordcontract. Die gozer die ik heb vermoord. Hij vroeg er zelf om. Oh, daar mag ik helemaal niet komen, zie je dat? Nou, dan ga ik er maar omheen, zie je het? En hier zit een kistje. Ik denk hier beneden. Laat ik me even vallen. Val! Kom op, laat je vallen. Oh! Het ging goed. Hier beneden staat een kistje. Waarover? 199 euro en saffier. En de zeemanslied staat daar. En die gaat nu, denk ik, in het verboden gebied. Ja hoor, in het verboden gebied. Als ik één ding haat, is het verboden gebied. Au, 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 au. Maak het uit, maak het uit. We moeten dat zeemanslied. Maakt helemaal niet uit. Huppakee. En de gasten komen al achter ons aan. Yo, ho, yo, ho, a pirate. Oké, je wil ruzie? Je wil ruzie? Nou, dan krijg je ruzie met mij, want ik heb snel zwaard gekocht. En daar kom je niet overheen, want mijn... Wat zei ik je? Wat zei ik je? Zomaar probeer je mij te verslaan. En hier bovenin zit een... Ja, hoe noem je dat ook weer, jongens? Een outpost. Ja, hoe noem je dat? Een outpost noem ik het. Je bent nu rang 13 in je vriendenlijst van de rijkste piraten. Wauw. Ik heb nog een rank ook. En ik ben nog maar net begonnen en ik ben nu al op de 13e plek van rijkste piraten. Nou, hier is dat plekje dat ik moet pakken. Synchroniseren. Ik heb het gevoel dat ik verkouden word, jongens. Dat is niet goed. Prachtig. Snelreizen vrijgespeeld. Mooi zo. Nou, dat is zeker goed. En hier hebben ze al... Kijk eens wat ze hebben gevangen. Ze hebben van die zakken gevangen. Goed zo. Goed bezig. En ik zie nog een kistje. Die staat namelijk hier zo. Oh! Bij meneer de Visser. Hallo meneer de Visser. U weet het dat
Dat u één keer de hengel moet uitgooien en dan op uw gemak moet wachten. Mooi zo. Ik hoef me niks uit te leggen. Beroven! Zo. 3 van de 32 kistjes. Hallo. Zo! Sorry. Sorry, meneer. Het spijt me. Ik zal niet meer tegen u aanlopen. Ik duw... Oh, kijk eens, een koerier daar. Oké, ik ga hem pakken. Let op. Ja! Ja! Ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem! Nee! Oh, ik had hem bijna! Oh! Waar is die heen? Waar is die heen? Waar is die heen? Hij gaat daarheen. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, ik heb hem! Goed zo. Ik ga dansen.